Allemaal weer zijn. Welkom allemaal weer terug na deze twee korte breaks. Fijn dat jullie allemaal weer terug zijn ook. Bijna allemaal zijn jullie weer terug. Dus dat is mooi. Goed teken, denk ik dan maar. Nou, zoals voor de pauze aangegeven, nog twee verhalen te gaan. Allereerst wil ik het woord geven aan Anne-Katrien Assems, projectmanager van het College Perinatale Zorg, wat ik net al zei. Zij is bezig met het project Kansrijke Ontmoetingen, wat een onderdeel is van het actieprogramma Kansrijke Start, wat ik ook in mijn verhaal al aangaf aan het begin. En zij gaat ons daarin meenemen. Denk aan de chat, om vragen in de chat te stellen. Dan kunnen we aan het eind kijken of we nog tijd hebben om om die te beantwoorden. Oké, Anne-Katrien, aan jou het woord. Dankjewel, Angela. Ik ga het scherm met jullie delen. Nou, welkom allemaal, ook namens het College Perinatale Zorg. Mijn naam is Anne-Katrien Assems en ik ben projectmanager Kansrijke Ontmoetingen bij het College Perinatale Zorg. Mijn opdracht is om de geboortezorg te verbinden met het sociaal domein en de jeugdgezondheidszorg in het vormen van de lokale coalities. En ik ben heel blij met het enthousiasme vanuit het sociaal domein en de jeugdgezondheidszorg om aan dit webinar mee te doen als derde tranche gemeentes. Ja. Mag ik even storen? We zien jouw presentatie nog niet. Klopt dat? Zullen wij hem anders delen? Hoe kan dat? Wacht even. Ik druk nog een keer op share screen. Sorry voor dit ongemak. Ja, nu gaat het goed. Nu gaat het goed. Ja. Ja. Zo goed. Mooi. Ja. Ik ben dus blij met jullie enthousiasme en ik nodig jullie meteen uit, gezien iets minder geboortezorg aanwezig tijdens dit webinar, om vanuit het sociaal domein en de JGZ onder de aanwezigen juist de geboortezorg ook te betrekken en uit te nodigen om mee te gaan doen aan de lokale coalitie. Het is ook een mooie gelegenheid voor mij om jullie even helemaal onder te dompelen in de geboortezorg, aangezien het voor jullie wellicht een hele nieuwe wereld is. Dus daar wil ik graag op inzoomen. Ik wil iets vertellen over het College Perinatale Zorg, welke link wij hebben met Kansrijke Start, wat de rol van de VSV is, verloskundig samenwerkingsverband, en over het project Kansrijke Ontmoetingen. Het College Perinatale Zorg is een netwerkorganisatie waar allerlei verschillende geboortezorgpartijen bij aangesloten zijn. Zoals de verloskundigen, de gynaecologen, de kinderartsen en de patiëntenfederatie. En het CPZ is eigenlijk ontstaan na het advies van de stuurgroep van de zwangerschap en geboorte, een goed begin. In Nederland bevallen ongeveer ieder jaar 175.000 vrouwen en gelukkig eindigt het grootste gedeelte daarvan in een gezond kind met een gezonde moeder. Maar zoals al eerder in eerdere presentaties gezegd, sterven er eigenlijk nog te veel baby's en moeders rondom die geboorte. En zijn er eigenlijk te veel kinderen die ook nog te lang ziek zijn of blijvende gevolgen hebben gedurende de rest van hun leven. Niet alle slechte uitkomsten zijn te vermijden, maar een deel daarvan kan wel voorkomen worden door effectievere preventie en betere zorg. Vandaaruit dat we bij het CPZ de agenda voor de geboortezorg hebben opgesteld, met als thema integrale geboortezorg. Wat betekent dat eigenlijk, integrale geboortezorg, en wie zijn daarbij betrokken? Het doel van de integrale geboortezorg is het verbeteren van de zorg door een integrale en multidisciplinaire aanpak. En door regelmatig te evalueren en te monitoren van de uitkomsten, proberen we de zorg zo beter te krijgen, effectiever en doelmatiger. De geboortezorgpartijen hebben naar aanleiding van de agenda ook geconstateerd dat er extra inspanning nodig is op het gebied van preventie. Van daaruit is een preventieagenda voor de geboortezorg opgesteld. En met deze agenda maken wij concreet hoe wij vanuit ons werk, vanuit de geboortezorg, de kennis en de kunde in relatie met de zwangere zelf,
ook onze bijdrage kunnen leveren aan een zo goed mogelijke start voor ieder kind in Nederland. En we staan daar niet in alleen, want het Nationaal Preventieakkoord is ook opgesteld. En hoe mooi is het dat ook het actieprogramma Kansrijke Start gestart is. Waarom speelt die geboortezorg nou zo'n belangrijke rol in het hele gebeuren van de Kansrijke Start? Angela had het al eerder gezegd, 170.000 gezinnen komen in aanraking met de professionals in de geboortezorg. En die zien eigenlijk heel veel leden van de geboortezorgprofessionals, zoals de verloskundige, de kraamzorg, maar ook uiteindelijk de JGZ. De geboortezorg is in staat om in een vroegtijdig stadium al heel vroeg te kunnen signaleren en te kunnen beoordelen van waar zitten nou de factoren waar we later op in moeten steken, of waar we meteen op in moeten steken om latere problemen te voorkomen. En vaak zien ouders dat zelf ook, want zwangerschap en geboorte zijn vaak een live event waarin ouders, aanstaande ouders openstaan om hun levensstijl te verbeteren en om hulp te ervaren. En uiteraard, last but not least, een goede start kan latere gezondheidsproblemen voorkomen en eventueel voor de volgende generatie ook verbeteren. Maar hoe kunnen jullie nou aan de slag met de geboortezorg in een lokale coalitie? Omdat er zoveel kraamzorgorganisaties zijn, verloskundigen, gynaecologen, hoe ga je dat vormgeven? Nou, daarvoor is een handig hulpmiddel het verloskundig samenwerkingsverband. De geboortezorg komt samen in een verloskundig samenwerkingsverband. En hierin dragen regionale en lokale zorgverleners een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verloskundige zorg. Ze maken afspraken over de kwaliteit van de zorg. Ze maken afspraken wie wanneer verantwoordelijk is om welke zorg te verlenen. En er vindt ook casuïstiekbespreking plaats. In Nederland zijn er 72 verloskundig samenwerkingsverbanden. Wie zitten er dan allemaal in een VSV, in een verloskundig samenwerkingsverband? Nou, dat kan van alles zijn en dat is vaak regionaal of lokaal kan dat ook verschillen. Er zitten verloskundigen in, gynaecologen, kinderartsen, maar soms ook vertegenwoordigers van zorgverzekeraars of vanuit kraamzorgorganisaties. En natuurlijk zit er vaak iemand in van een jeugdgezondheidszorgorganisatie. In een VSV is ook vaak een werkgroep kwetsbare zwangeren aanwezig. En juist deze werkgroep houdt zich bezig met de doelgroep van Kansrijke Start. In deze werkgroep worden lijnen uitgezet hoe de zorgverleners de groep zwangeren en hun partner in kwetsbare situaties in de regio kan ondersteunen. Dus ook een belangrijke groep om de verbinding mee te leggen in een lokale coalitie. Jullie hebben de primeur, want sinds gisteren staat er op kennisnetgeboortezorg.nl, de website van het College Perinatale Zorg, een interactieve kaart van diverse structuren in geboortezorgland, met uitleg van de diverse betrokken organisaties binnen de geboortezorg. Op deze interactieve landkaart staat een overzicht van waar zitten de VSV's. Die zijn aan te klikken, zodat je de contactgegevens van de VSV's ook kunt zien. Daarnaast kun je deze combineren met bijvoorbeeld de consortia die in Nederland aanwezig zijn met hun contactgegevens. Maar ook de ROSSEN, de zogenaamde regionale ondersteuningsstructuur, die vooral de zorg in de eerste lijn ondersteunen en naar een hoger niveau toe tillen. Het zijn alle belangrijke organisaties die bij kunnen dragen aan het vormen van de lokale coalitie en bij kunnen dragen aan de samenwerking tussen de geboortezorg en het sociale domein. Met het project Kansrijke Ontmoetingen maakt het CPZ dus de verbinding vanuit de geboortezorg met het sociaal domein en de JGZ om de kansen voor elk kind in Nederland te verbeteren. En dit gebeurt zowel op landelijk niveau als op regionaal niveau. Op landelijk niveau trekken we samen op met partijen uit de JGZ en werken we nauw samen met VAROS. Wij onderschrijven het belang van de samenwerking tussen deze partijen en helpen de achterbannen om zoveel mogelijk regionaal de samenwerking op vorm te geven. Daarnaast worden ervaringen en kennis gedeeld op het gebied van samenwerken en het vormen van lokale coalities. En dat gebeurt in focusgroepen, webinars en regionale kennisbijeenkomsten.
Een goed voorbeeld daarvan, en dat is ook aansluitend op het verhaal van Erik Stegers over de preconceptiezorg, de actielijn 1 in de kansrijke start, is het webinar van aanstaande woensdagavond over preconceptiezorg. Daarin zal met name besproken worden van wat is nou de rol van het sociaal domein en van de geboortezorg als het gaat om preconceptiezorg. Er is een mogelijkheid om aan te melden via de website van het College Perinatale Zorg, die volgt later. Wat ook van belang is, zijn de kennisbijeenkomsten in de regio die vanuit kansrijke ontmoetingen georganiseerd gaan worden. Met name bedoeld voor de professionals uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg, maar ook voor mensen uit een jeugdteam of basiswijkteam. Om te kijken wat de mogelijkheden zijn in het slim samenwerken. De tips en de tricks. Katinka heeft er al een heel aantal gegeven en ik wil daar heel graag op aansluiten. En ik denk dat we vooral kunnen leren uit de eerste en tweede tranche. Veel VSV'en en JGZ-organisaties zijn al betrokken bij het vormen van lokale coalities, helaas ook in andere gemeenten, maar pluk daar ook de vruchten van. Want die hebben er ervaring mee en die weten de goede werkzame elementen. Maak ook gebruik van de expertise van de GGD'en, want zij hebben cijfers over wat er speelt in wijken. Zij hebben een team seksuele gezondheid die ook weer een rol kan spelen als het gaat om samenwerking, geboortezorg, JGZ, GGD, in de preconceptiezorg. En de jeugdgezondheidszorg is als geen ander de aangewezen persoon om domeinoverstijgend te kunnen werken. Zij hebben zowel kennis van het sociale als het medische domein. Hoe mooi zou het zijn als we elkaar ontmoeten, in gesprek zijn met elkaar over wat er nodig is om een regio... om vanuit de regio en vanuit ieders expertise bij te kunnen dragen aan een kansrijke start. En hoe mooi zou het zijn als we over de schotten heen durven te kijken en elkaar kunnen vertrouwen en 100% kunnen inzetten op een goede start voor elk kind. Bij vragen ben ik bereikbaar via een mailadres, via een telefoonnummer. En ik wil jullie ook wel heel erg graag uitnodigen als leden van het sociaal domein en jeugdgezondheidszorg om de geboortezorg te betrekken bij dit hele proces. En mochten jullie tegen dingen aanlopen, schroom niet om te bellen of te mailen. En neem vooral een kijkje op de website van het CPZ met de nieuwe interactieve landkaarten. Ik denk dat dat heel helpend kan zijn om de structuur te kunnen zien en om eventueel aan te melden voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief. Oké, hey, dankjewel Anne-Katrien voor dit inkijkje in de geboortezorg. Ik denk dat jouw tips en tricks samen met alles wat Faros al heeft verteld, dat is een hele mooie combinatie of een mooie berg, zeg maar, van goede tips voor al deze lokale coalitie die vandaag hier bij elkaar zitten. Dus doe daar je voordeel mee. Ik vind het ook mooi dat je ook echt wel aangeeft dat er nog een wereld te winnen is als het gaat over de verbinding van de geboortezorg aan het medisch domein, aan het sociaal domein. Dat zie ik ook echt terug in het stuurgroep Kansrijke Start, waar alle partijen in zitten, in de landelijke coalitie waar ik het over had. Dat we elkaar echt wel beter gaan vinden, maar ook dat er nog een wereld te winnen is. Dus het is alleen maar heel mooi jouw inzet via dit project om ook hier weer stappen in te zetten met elkaar en iedereen daartoe aan te zetten. Dus dank daarvoor. We gaan nu kijken hoe het eigenlijk in een lokale coalitie al kan werken. We hebben daarvoor lokale coalities Doesburg uitgenodigd. Wendy van Helden is ook een van de adviseurs, een van de 7 adviseurs van Faros. Zij gaat 2 mensen van de lokale coalitie Doesburg interviewen. Allereerst Petra Oort-Giezen, is een beleidsadviseur in het sociaal domein, gemeente Doesburg. Welkom Petra. En Lotte Duis. En Lotte is verloskundige bij de vroedvrouwenpraktijk Dieren Doesburg. Dus ook welkom aan Lotte. En Wendy, aan jou het woord. En ook nu geldt weer, zet vragen in de chat als je die onderweg hebt. En het gaat natuurlijk over hoe wordt er gewerkt aan de lokale coalitie in Doesburg. Wendy, aan jou het woord. Ja, dankjewel Angela. En uiteraard welkom Lotte en Petra. Wat fijn dat jullie willen delen hoe jullie bezig zijn in Doesburg. En om maar eens te beginnen bij Petra. Jij bent beleidsadviseur. Jij bent eigenlijk het vuurtje gestart in Doesburg. Wat was de aanleiding voor jullie om te starten in Doesburg?
Ja, dank je, Wendy. Ik hoop dat ik een beetje te verstaan ben, want mijn buurman heeft zich bedacht om een kraan te huren en de boel te verbouwen. Maar als het goed is, ben ik gewoon goed te verstaan. Ja. Nou, in Doesburg is een hele kleine gemeente. Het is eigenlijk een heel klein stadje. En wij zeggen altijd, het is een kleine stad, maar met grote stedenproblematiek. Dat is ook al heel lang zo. Dat zien wij ook terug in de cijfers. En daar maken wij natuurlijk beleid op. Maar er zijn heel veel inwoners met een lage sociaal-economische status. Ik herken ook veel in de verhalen die hiervoor verteld zijn. Er is veel armoede, kinderen met overgewicht. Nou ja, echt wel alle problemen die daarbij horen. Alcoholgebruik, drugsgebruik. En daar zijn we natuurlijk altijd al wel veel mee bezig. Ik ga zelf onder andere over de jeugdgezondheidszorg, maar ook over jeugd. En ik heb ook een collega, die gaat ook over jeugdhulp. En zij is ook verantwoordelijk voor onze lokale toegang. Het jeugdteam, en daar zit ook maatschappelijk werk in. En daar hebben wij ook veel gesprekken mee, ook met elkaar. En dan zien wij toch ook elke keer weer uithuisplaatsingen, hele zware zorg, ook op het gebied van jeugdhulp. En dan ben je eigenlijk al te laat. En ook met de verloskundige hadden wij altijd al veel contact. En die zeggen ook, er zijn gewoon heel veel kwetsbare zwangeren in Doesburg. Dus op een gegeven moment kregen wij dus die eerste brief van Kansrijke Start. En toen las ik hem door, dacht ik, nou, dit is echt prachtig preventief. Ik liet ook aan mijn collega lezen en die was ook meteen heel enthousiast. Dus dat eigenlijk past het helemaal in ons plaatje, hoe wij erover denken. En we ook bij de problematiek die wij hebben. Ja, mooi om te horen. Je ziet het dus eigenlijk als kans om eerder ook betrokken te raken bij dat soort gezinnen in de gemeente. Ja, dus echt wel daarvoor. Want nu merk je dat een jeugdteam ziet een kind echt wel als er iets mis is. Daar probeer je natuurlijk ook al wel eerder bij in te gaan zitten. En daar doe je ook van alles voor. Maar net dit is echt net nog dat stapje daar weer voor. Ja, mooi. Hey, en welke stappen hebben jullie gezet nadat je hebt aangemeld voor het stimuleringsprogramma Kansrijke Start? Ja, nou, wij hebben ons eigenlijk aangemeld voor de tweede tranche. Omdat we dachten, nou, dan kunnen we nog even nadenken wat we dan gaan doen. Maar we zijn al wel meteen begonnen. In maart, vorig jaar, zijn jullie begonnen. Ja, ik heb dus mijn collega van Jeugdhulp Mariel, die heb ik erbij geroepen. Die is ook altijd bij de lokale coalitie gebleven. Toen zeiden we hebben echt de basispartners nodig. En dan gaan we gewoon meteen een eerste bijeenkomst inlassen. Dus de verloskundige, jeugdgezondheidszorg van de GGD en onze lokale toegang met maatschappelijk werk. En dat is het jeugdteam. Dus daar zijn we mee begonnen. Aantal strategisch, aantal echt coördinerend, maar ook in de praktijk. Op basis daarvan hebben we eerst eens gezegd van, nou, dit is Kansrijke Start. En toevallig een hele enthousiaste groep, gelukkig. Dus dat herken ik ook wel in dat vorige verhaal. Dat ja, toch iedereen wel heel erg graag dit thema heel erg belangrijk vindt en daar ook aan wil werken. Dus dat was voor ons heel fijn om te beginnen. En wij hebben toen ook eigenlijk die eerste bijeenkomst gewoon gestart om elkaar te leren kennen. En op basis daarvan zijn we verder gaan bouwen aan wat willen we dan bereiken. En ook weer welke mensen willen we nog extra invliegen. Of medewerkers. Ja, en je zei, we zijn eerst gestart met kennismaken. Ja. En wat hield dat dan in, die kennismaking? Wat leverde dat op? Nou, dat het is wel grappig, want nu ik het allemaal zo terugzie, denk ik, goh, wat vreemd eigenlijk dat deze partners elkaar dan nog niet zo goed kennen. Maar het was meteen best wel veel enthousiasme en echt een mooie dynamiek. Dus de een zei, oh god, doen jullie dit? En er is dus een voorzorgtraject. En eigenlijk kan er ook wel een voorzorgverpleegkundige met jullie mee als je twijfelt bij iemand. En dus dat zag je eigenlijk meteen. Ik hoefde ook weinig te zeggen, want er was heel veel enthousiasme meteen. En ook wel het gedeelde probleem. Dus de kwetsbare zwangere in Doesburg werd geconstateerd. En ook wel aangegeven dat er veel bereidheid was van iedereen om daaraan te werken. Ja, mooi. Dus je zag eigenlijk gelijk verbindingen ontstaan tussen mensen. Ja, echt meteen. En dat zie ik niet zo vaak, zeg maar. Dus daar word je zelf ook helemaal enthousiast van. Ja, leuk. Leuk om te horen. En Lotte, jij was een van degenen die als eerste daarbij was. Nee, je hebt je microfoon nog even uitstaan, dus misschien handig om hem even aan te zetten. Dan horen we jou ook. Ja, ja. Hi. Daar ben je. Ja, jij was er bij het begin bij, Lotte. En wat was voor jou een reden? Hè? Je bent verloskundige. Wat was voor jou nou een reden om hier aan deel te nemen?
Ja, wij zagen meteen een hele belangrijke rol daarin liggen als verloskundige, in dat we die preventie echt een enorm belangrijk deel vinden. En vinden dat we echt dat domein overstijgende, wat straks ook al genoemd werd, hè, die brugfunctie, dat we die goed kunnen slaan tussen dat sociale domein en het medische domein, waar we allebei in verkeren. En ook om zo onze preventieve tak dus meer uit te breiden, de voorlichtingsbijeenkomsten en nou ja, onze lokale partners nog beter te leren kennen. Zodat we nog beter weten wat er is en waar mensen naartoe moeten als er iets is. En toch proberen al, voordat er problemen zijn, mensen al op de goede plek te hebben en de goede partners betrokken te hebben. Ja, en Lotte, jij bent ook deelnemer in een VSV. Ja. Wat betekent dat dan voor jouw deelname? Ja, in het VSV zitten we, we hebben nog een vrij groot gebied bespreken we. Dus we hebben 3 VSV's waar we aan deelnemen. Dus ja, je hoort overal dingen. En daarin was ook de kwetsbare zwangere een enorme topic. Omdat wat mijn voorganger al vertelde met de zorgstandaard, een goed begin, dat al heel lang iets is waar we aan willen werken. En dus, nou ja, ik zag dit helemaal als een prachtige kans om hier mee aan de slag te gaan. Dus, Ja. Leuk, sluit aan inderdaad op het verhaal van Anne-Katrien. Ja. Leuk. En nou, volgende vraag wil ik aan jullie allebei stellen. Want jullie hebben allebei, zijn al een tijd betrokken, een aantal stappen gezet. En waar we nu benieuwd naar zijn, is wat hebben jullie dan eigenlijk al bereikt in de periode dat jullie bezig zijn met elkaar? Petra, kan jij aftrappen? Ja, ik denk echt wel veel meer zicht op de kwetsbare zwangeren. Dus echt wel een punt waar alle informatie bij elkaar komt. Je zag toch dat het een beetje opgeknipt was. En op een gegeven moment als een zwangere uit beeld is bij de verloskundige, dan moet hij nog wel in beeld komen op tijd bij het jeugdteam. Dus ik denk dat daar is echt heel sterk die lijn gelegd. We hebben ook samen geschreven aan een stuk, een zorgpad. Dus echt afspraken rondom de kwetsbare zwangeren. En daarin is dan ook de sociale regiehouder benoemd. En in ons geval is dat het jeugdteam. En dat is voor verloskundigen en jeugdgezondheidszorg ook heel fijn om te weten van, we kunnen deze persoon dan doorverwijzen naar die, zodat die in beeld blijft. En ik denk het belangrijkste wel, en dat is misschien heel simpel, is maar dat echt ze elkaar heel goed kennen. Dus nu is medisch en sociaal domein goed verbonden. Ze weten wat voor preventieve interventies er zijn van de jeugdgezondheidszorg. Wordt ook veel meer ingezet. En dat is heel positief. Ik merkte wel, zelf als beleidsadviseur, dan schrik je een beetje. Want in één keer zat ik helemaal tegen mijn budget aan voor het eerst. Van al die prachtige interventies zoals voorzorg. Alleen gelukkig heb ik een hele betrokken wethouder die zowel over jeugdgezondheidszorg gaat als over jeugdhulp. En die ook aangeeft van, weet je, we gaan nu iets over ons budget heen, maar wij vinden preventie zo belangrijk. En we vinden dat dit zo belangrijk is, wat een voorzorgtraject dat mogelijk een uithuisplaatsing voorkomt, dat het echt de moeite waard is ook om eventueel met budgetten te schuiven. En dus echt bestuurlijk is dat heel erg geborgd. En dat hebben wij ook wel bereikt. Dat de gemeente zelf ook wel echt het nut inziet van de preventie. Ja, misschien heeft Lotte nog aanvullingen. Ja, we hadden heel erg die behoefte aan die regie houden. Dat is altijd echt een heel onderwerp overal. Want je hebt natuurlijk dat prenatale deel, hè, de deel voor de zwangerschap. En daarna komen wij nog even. Maar ja, dan wil je graag een overdracht hebben. Maar dan wil je eigenlijk dat er dan al een regie houden is. En heel veel van mijn collega's willen die regiehouderrol niet. En ik denk ook niet dat dat voor ons een goede functie is. Want er zijn mensen veel beter in. Dus wij waren heel blij dat jeugdteam opstond om de regiehouder te zijn. Waarin je dus in al die VSV's, waar je zit in al die overleggen en poppolies die daar weer aanhangen, dat je daarin ook dat regiehouderschap goed door kunt geven, zodat mensen al bekend zijn in hun gemeente dat er een kindje komt en dat er problemen spelen in het gezin. En niet pas als er problemen zijn
En de baby is er al, dat er dan nog hulp op gaan moet komen. Dus ja, heel fijn was dat om zo samen te werken. Ja, mooi. Mooi, en jullie hebben allebei een andere rol, hè, in de coalitie. Ja, je hebt heel veel, denk ik, aan elkaar. Want met heel veel thema's kan ik de huisartsen heel moeilijk bereiken. Die houden heel erg afstand, ook met informatie over onze lokale toegang. Bij ons zit dat de huisartsen zitten in een coöperatie. Nou, Lotte zit ook bij die coöperatie. En je merkt toch dat zij echt die medische taal spreken. En op het moment, dan kan ik ook Lotte inzetten om deze coalitie te promoten. En dan kom je veel sneller binnen als gemeente. Ja. Dus dat is denk ik ook wel een goed punt. Ja. Je hebt echt wel wat aan elkaar. Ja, zeker. Heel mooi. En door Petra weet ik beter de weg in de gemeentelijke en ambtelijke structuur, waar ik soms ook het lastige in vond, hoe het zat. En je versterkt elkaar door mekaars kennis en kunde. Dus, ja. Heel mooi. En jullie maken dus gebruik van elkaar. En tijdens de coronacrisis was er ineens een hold op alles, hè, waar jullie mee bezig waren, vertelden jullie mij. Hoe hebben jullie dat opgepakt met elkaar? Er stond een bijeenkomst nog gepland. Het was ingepland toen alles nog normaal was. En toen dacht ik, hè, weet je, iedereen zal wel heel erg druk zijn. Toen heb ik gevraagd van, willen jullie door laten gaan? Nou, toen zei eigenlijk iedereen van, waarom kunnen we het dan niet digitaal door laten gaan? Dus toen zijn we echt wel, volgens mij die derde week, echt van die coronacrisismaatregelen bij elkaar gekomen. Toen hebben we het niet echt over de lopende acties gehad, want het had natuurlijk even niet zoveel prioriteit, maar wel over hoe gaat het bij jullie? Waar loop je tegenaan? En hoe gaat het met de kwetsbare zwangeren? En hebben we iedereen nog wel goed in beeld? En dat vond ik ook heel mooi, dat ze zelfs op dat moment, terwijl ze allemaal heel druk waren met protocollen en alles uitwerken, elkaar wouden zien en echt die zorgen hadden over de kwetsbare zwangeren en elkaar daarin mee wouden nemen. Ja, dus dat is echt best wel sprake van een gezamenlijk gevoel van elkaar willen zien, spreken en uitwisselen over dat wat er op dat moment aan de hand was. En Lotte, jij vertelde ook dat er een vraag binnenkwam en dat jullie daar een mooi antwoord op hebben gevormd. Kan je dat toelichten, dat voorbeeld? Help me even. Ik weet het al. Er werd aangegeven van bij het consultatiebureau van we hebben maar die anderhalve meter is lastig, want we zijn heel klein. Ja, het consultatiebureau vertelde dat zij eigenlijk te weinig plek hebben om al die moeders en baby's op hun bureau te zien met die anderhalve meter en dat ze buiten moesten wachten. Nou ja, en toen zei ik, nou, wij hebben nog ruimte. Misschien kunnen we dan kijken of we voor elkaar wat kunnen betekenen. Dus dat was heel fijn. Ja, als je dan elkaar spreekt, dan kun je ook elkaar even helpen. En gewoon, hoe doen jullie dat? En hoe pakken jullie dat aan? En wie bel je nou? En hoe pak je dat aan met zo'n telefonisch gesprek? Dus dat was echt, gaf weer heel veel inspiratie vooral, vond ik. Ja, mooi. Dat was dus eigenlijk een resultaat van een samenwerking die al eerder gestart was. Ja. Heel mooi. Ja, en dan nu weer verder, hè? De echte crisis is voorbij. Het gaat natuurlijk wel op een andere manier verder. Mm-hmm. Waar hopen jullie over 1 jaar te staan? Begin jij, Petra? Of zal ik beginnen, Petra? ik hoop vooral dat we elkaar nog steeds zo goed kunnen vinden als dat we nu doen. En dat we nog steeds alle programma's die er nu lopen, dat die blijven bestaan. En dat we daarin elkaar echt kunnen ondersteunen. En dat we het wat we nu hebben nog verder kunnen uitbreiden. De voorlichtingsavonden, maar ook de bekendheid van wat er in Doesburg is onder de huisartsen. Dat we dat dus in de komende tijd verder samen weer kunnen gaan oppakken. Heel veel zin in. En ik hoop dat we ook misschien nog wel andere nieuwe dingen kunnen gaan ontwikkelen. We zijn ook hard bezig met nu niet zwanger. Dus dat is ook leuk om allemaal aandacht aan te geven. Dus ik hoop op heel veel mooie bijeenkomsten. Ja. Petra, heb je nog een korte aanvulling daarop? Wij hebben dus een stuk gemaakt
over afspraken rondom kwetsbare zwangeren. Het is echt een zorgpad. Dus dat zou ik wel fijn vinden als we dat echt definitief maken. Inderdaad, de samenwerkingen die er zijn. En wij willen graag kraamzorg in onze coalitie. En inderdaad, wat Lotte ook al aangaf, die verbinding met de huisarts wat steviger. En ik hoop gewoon dat iedereen zo enthousiast blijft. Want dat is alleen maar heel erg leuk. Ja, mooi. Dankjewel. Een laatste vraag. En snel, een top 3 van jullie. Welke tips zou je meegeven? Petra, wil jij ze noemen? Ja, goed. Je hebt misschien wel een beetje gehoord, maar wij komen uit Oosten. Dus ik ben ook echt de Achterhoek. En we zijn ook wel van gewoon echt beginnen. En dat wil ik ook echt iedereen meegeven. Want ik denk, je moet er ook niet te lang over nadenken. Betrek echt intern collega's. Dus ook echt je collega van jeugdhulp. Die moet je echt mee hebben. Want het heeft zo'n sterke verbinding met elkaar. En ga gewoon beginnen. En zorg dat iedereen elkaar kent. Dat is het belangrijkste. Dankjewel. Dankjewel ook Lotte voor je bijdrage. Ja, dank je. Ja. Nou, super. Wat een prachtige illustratie zijn jullie samen. Van alles van wat we hebben verteld vanmiddag. Dank daarvoor Lotte en Petra. Ook jullie enthousiasme is aanstekelijk. Ik word er helemaal blij van. Ik zie ook allerlei signalen langskomen dat mensen dit heel mooi vinden. Dus dank. En ook heel veel mooi. Nou, bijvoorbeeld het verhaal van Anne-Katrien, maar ook van Katinka, hebben jullie zo mooi laten zien wat je allemaal al doet concreet. Dus het kan gewoon en jullie laten het gewoon zien. Fijn. En gewoon inderdaad doen wat jullie ook zeggen. Hey, het is wonder boven wonder, maar we hebben best wel mooi onze tijd kunnen bewaken met elkaar. Het is bijna 3:10. We hebben nog een korte afsluiting voordat we echt elkaar loslaten. We gaan nog even één vraag via de Mentimeter, die had ik ook aangekondigd aan het begin, beantwoorden. Dus we gaan menti.com weer openen. En de vraag is die daarin wordt gesteld, is welke stap ga je naar morgen zetten? Hè, dit alles gehoord hebbende en uitgaande van waar je ongeveer bent in je lokale coalitie. Wat ga je naar morgen, of nou ja, maandag misschien, wat ga je maandag nou oppakken? Daar zijn we benieuwd naar. Dus Menti komt in beeld. De code is weer 254823. Het is dezelfde code. Jullie zijn al druk met invullen. Hartstikke goed. Je kan een keuze. Het is een keuzemenuutje. Dus maakt het altijd iets makkelijker. En dit zijn de stappen die Katinka ook heeft toegelicht. Het is mooi dat jullie allerlei stappen gaan zetten en gewoon lekker aan de slag gaan. Het is ook wel mooi om te zien dat het best wel verdeeld is over al die verschillende stappen. Dat bevestigt ook een beetje dat jullie in verschillende fases zijn. De lokale coalitievorming, dat is hartstikke mooi. Maak ook gebruik van CPZ en VAROS. Ja, dat kan op verschillende manieren, via inloopspreekuren de komende weken, maanden, maar gewoon na de vakantie. Als de zomerperiode weer voorbij is, dan is VAROS helemaal up and running met 7 adviseurs, dus maak daar gebruik van. Nou, goed om te zien. Die startfoto, die scoort het hoogste, die is ook super belangrijk. Om ook met elkaar, alleen al het gesprek te hebben met elkaar, met de relevante partijen, van waar staan we nou? Om daar bewust van te zijn en vervolgens de volgende stappen van wat is er dan verder nodig. Mooi om te zien. Dank je wel daarvoor. Hey, dan gaan we even tot slot nog een paar afrondende opmerkingen. Zoals eerder gezegd, de vraag op de chat die we nog niet hebben beantwoord. Er waren er niet zo heel veel, maar wel een aantal nog. Die komen nog op de chat, daar maken we Q&A van. Die sturen we volgende week samen met de presentaties. En in die presentaties of los daarbij zullen we ook alle contactgegevens van iedereen zijn ergens in, of in de presentatie van Erik en Tessa zullen we apart erbij vermelden. Zoals ook al eerder gezegd voor vragen, dat zei ik net nog, kunnen jullie altijd terecht bij de adviseurs van VAROS en bij CPZ, wat Anne-Katrien ook zelf heeft toegelicht. Per mail altijd nog na dit soort bijeenkomsten volgt er een evaluatieformulier. Dat zit ook bij diezelfde mail met de presentaties en die Q&A's. Vul alsjeblieft in, dat helpt ons echt om dit soort bijeenkomsten waarvan we voorlopig nog wel aan vastzitten, denk ik,
om die gewoon weer wat, om die steeds beter te maken. Met elkaar, één suggestie van jullie hebben we al genoteerd, van die breakout was misschien een beetje aan de korte kant. Maar graag jullie reacties in dat evaluatieformulier lezen we graag terug. En ook bij het verlaten van deze bijeenkomst willen jullie alsjeblieft nog in de chat alvast gewoon even 1 of 2 woorden tikken die je op deze bijeenkomst slaan. Wat je ervan vond. Gewoon een hele korte eerste reactie dat we een beetje weten wat jullie ervan vonden. Want het is best wel, hè, normaal ga je nu naar de borrel met z'n allen. En dan ga je bij de borrel nog even napraten, maar dat hebben we allemaal niet. Dus het is fijn als jullie iets van gevoel of wat je vond in de chat kan achterlaten. Rest mij om jullie allemaal hartelijk te bedanken voor jullie aanwezigheid bij deze bijeenkomst. Daar zijn we blij mee, met zo'n grote groep. En zoals gezegd, degenen die er niet bij kunnen zijn, die kunnen dit nog nakijken. Ondanks dat we weinig interactief konden praten, denk ik dat we toch een heleboel met jullie hebben kunnen delen. Ik hoop van harte dat we elkaar wel live kunnen zien in onze volgende landelijke conferentie die we hebben voorzien voor 1 of 8 februari. Zoals jullie hebben kunnen zien in onze tijdlijn. Dan is de derde landelijke conferentie. En dan hoop ik echt dat we elkaar kunnen zien. Afgelopen februari hadden we de tweede. En dat was de verbinding met elkaar was wel een heel belangrijk pluspunt, zeg maar. Een heel belangrijk onderdeel van die conferentie. Rest mij nu nog voor jullie de komende tijd heel veel succes te wensen bij de vorming van die lokale coalities. Zodat die groep kwetsbare ouders, mensen in een kwetsbare situatie met een babytje of die zwanger willen worden of net met een klein kindje, dat die echt geholpen zijn en dat meer kinderen met elkaar een kansrijke start geven. Dankjewel allemaal. En voor nu een heel fijn weekend. Tot ziens allemaal. Dag.